Nieuwe Clio. Nieuwe motorisatie, dubbele airbag en stuurbekrachtiging standaard. Nieuwe Clio. Hij houdt van de weg. Om een frisse mond, maar niet meteen een tandenborstel in de buurt? Neem dan een Aquafresh Protect gebitsverzorgende kauwgum. Met alle voordelen van de Aquafresh drievoudige bescherming. Het reinigt je tanden, helpt tegen gaatjes en je mond wordt weer helemaal Aquafresh. Nieuw Aquafresh Protect gebitsverzorgende kauwgum bij de tandpasta. Kan jij dit doen met jouw haarspray? Of heb je liever een plakkeriger gevoel? Gebruik nu Pantene Flexible met Elastesse. Het revolutionaire ingrediënt dat fixeert zonder plakkerig gevoel. Stevig in model voelde nog nooit als dit. Probeer Pantene Flexible. Voel je haar, niet je haarspray. Ik ga straks naar bed, maar eerst wil ik mijn raket laten zien. Zij is nog niet helemaal af, want er ontbreekt nog een stuk. Hier komt de top. Die ga ik maken van een lege fles afwasmiddel. Maar mama's fles raakt maar niet op. En mijn vriend hiernaast is al even klaar. En ik nog altijd niet. Omdat Dreft zo goed ontvet, gaat Dreft tot 2 weken langer mee. Oh nee, er zit nog veel in die fles. Dreft gaat lang mee. Echt heel lang. 3, 2, 1, go! Helemaal. Shasha. Lekker van nu. Antwerpen exporteert 3 van zijn meest waardevolle producten naar het Verre Oosten. Diamanten. Diamanten? Gaston en Leo. Mijn gedroogde grak aan AGB, zeg. Je bent toch bang aan AGB de noek, zeker? Knotsgekke kortsluitingen. En waanzinnige situaties. Je doet hier toch al een kiwi. Gaston en Leo in Hongkong. Zondag bij VTM. Paul Jambers blijft ook dit seizoen de boeiende onderwerpen uit zijn mouw schudden. Zo gaat hij vandaag op zoek naar dames die de gemiddelde leeftijd gepasseerd zijn en naarmate ze ouder worden meer en meer van het leven en van seks genieten dan in hun jeugd. De 3 vrouwen die hij voor de camera's haalt doorbreken het cliché en bewijzen dat het kan oud en sexy zijn. Fotomodellen zijn het symbool van de moderne vrouw met seksappeal. Ze zijn slank, ze zijn mooi en vooral, ze zijn jong. Soms gaat men zover om seksappeal te beschouwen als het exclusieve voorrecht van de jeugd. Maar gelukkig zijn er nog heel wat vrouwen die naarmate ze ouder worden meer seksappeal krijgen. Met die unieke, prachtige vrouwen, met ervaring en met seksappeal kunt u vanavond kennis maken. Oud en sexy. De vrouw in al haar verschijningsvormen blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. Voor romanschrijvers, liedjeszangers, filmmakers en natuurlijk ook voor mij. In een huis in een landelijke omgeving woont een heel gewone vrouw. Die tegelijkertijd heel speciaal is. Zo, we zijn al aangekondigd, zie ik. Hè? Bonjour. Dag, Anne. Meneer Jan. Allee, koest nu. Zo, kom maar binnen. Goeiedag. Ja, dag meneer. Uw vrouw heeft een beetje het geheim van de eeuwige jeugd, heb ik zo de indruk. Is altijd zo geweest, ook toen ze jonger was, altijd erg sexy gekleed ook? Altijd zo geweest. Ja. Ik zou me zeker niet op mijn gemak voelen, klassiek gekleed. Nee. Is het een beetje onder
uw impuls dat uw vrouw zo sexy gekleed is? Of is het dat ze het in zich papa heeft? Nee, papa kent er niks van de mode. Nee? Nu. Daar komen we niet in tussen. Dus jij geeft haar geen advies wat ze best zou dragen? Nu. Zo, nee, absoluut nee. Maar vind je haar mooi zoals ze nu gekleed is? Is het iets wat je zelf mooi vindt? Ja, absoluut. Ja, en ik kan niet voor de rok. Ik kan geen andere kleren dragen. Niet. Oftewel mini, oftewel een lange broek. Maar geen lange rouw. En klassieke mode, dat zegt me wat niks. Wat speciaal. In dit huis van levensgenieters wijst alles op de barokke smaak van de vrouw des huizes. Ze is exuberant, ze houdt van alles wat duur is en overladen en antiek. Het interieur zegt evenveel over de vrouw die hier woont als haar Brigitte Bardot-kapsel en haar opvallende kleding. Haar make-up is overdadig en verlustig uitgesmeerd. Haar juwelen sieren haar exuberante verschijning. Ze drinkt champagne, ze gaat al dansend door het leven en ze is al 36 jaar getrouwd. Zo een foto toen je donker was, meer listerer look in die tijd, zie ik. Misschien wel, ja. Ja, dus je bent beter geëvolueerd. Hier in jullie jeugdjaren. Bekijken soms foto's van vroeger toen je jonger was? Nee. Nooit? Maar nee. Ik vind de laatste nog beter dan vroeger. Dus je gaat erop vooruit dan eigenlijk? Ja. Dan ben je zeker een gelukkige vrouw. Appa, klaag niet. Als je iets hebt, moet je proberen van toon niet. Is dat niet moeilijk om te houden wat je hebt? Als je, als je echt mooi bent, aantrekkelijk bent, om dat te behouden, is dat niet moeilijk? Ik vind dat niet. Ik vind dat niet. In de eerste plaats, gelijk op dat ik gezegd heb, positief ingesteld zijn. Mm. Dat is van groot belang. Maar schoonheid is optimist. Schoonheid is vergankelijk. Uiteindelijk kun je het niet houden wat je hebt. Hè? Ja, op de lange duur misschien niet. Maar ja, tegen dan zijn we misschien 80 jaar. Ja. Ik zie dat zo. Wat was jouw mooiste leeftijd? Als je dat nu op nu misschien. Nu misschien, ja. Denk ik dat, ja. Jullie zijn levensgenieters. Absoluut, ja. Jullie hebben ook een zoon, één zoon. Ja, één zoon. Hij is juist weg naar zijn werk. Mm. Hoe oud is de zoon? 27. Ga je soms samen met hem ook al eens op stap? Ja, natuurlijk, ja. Maar ja, we zijn liefhebber van dezelfde muziek, hè. Mm. Welke muziek is dat dan? Voor de jonge mensen, nee, house muziek. Je danst zelf ook nog. Je bent iemand die, ook wanneer ze gaat dansen, opvalt, zal ik maar zeggen. Ah ja, natuurlijk, ja. Waarom niet? Je valt graag op. Of ik ben op mijn gemak. Je hebt daar geen probleem bij de jonge mensen. Geen probleem mee dat je zo opvallend bent? Nee, integendeel. Hoe reageren jongeren dan? Jongeren wanneer ze... heel positief. Ja? Ja. Gezondheid? Heel positief. Gezondheid, ja. Ja, in tegendeel, ze komen af om te dansen, niet? Ja. Om met jonge man, jonge meisjes ook, hé. Om een keer te dansen en al, maar het is ook alles, hé, ja. Ik heb geen belangstelling in een jonge man, hé. Ik heb mijn man en het is al, hé, ja. Heb je niet veel vroeger misschien rivalen gehad, mannen die haar probeerden te veroveren? Maar vroeger, het altijd, nu meer nog vroeger. Nog altijd, ja. Oh, maar dat is zeker, ja. Het schijnt toch niet verboden, maar, dat zegt me niks. Nee. Maar nee, ik beschouw dat allemaal als vriend. Ze mogen allemaal vriend zijn en we willen daarmee omgaan. En vriendschap en al dat wilt. Maar verder van de rest niet, interesseert me niet. Toch durft Anne wel eens een risico nemen in haar voor het overige burgerlijke leventje. Ze krijgt de kans om voor een topfotograaf te poseren als model. En dat voor het eerst in haar leven. Anne doet het. Ik dans maar nu. Ja? Ja. Oké, nacht, van achter, ja? Ja, je schoot, ja. Ja. Het gevoel dat je toch geïnspireerd bent
Door... Ja, zeer sexy. Ja? Ja? Hey, je bent gewoon om met echte boeiend, hard, professionele modellen te werken. Dat is toch iets anders? Ja, dat is compleet anders, maar ik vind het wel tof. Het is, is iets anders. Maar toch, hebben vrouwen die wat ouder zijn ook een sterke uitstraling, denk ik ook. Erotische uitstraling, dat kun je ook. Ik denk nog meer zo, zelfs dan een jong meisje. Ja. Is het zo? Ze heeft die ervaring erbij ook. Voel je dat ook? Ja. Model dat dat een vrouw is die geleefd heeft, die ervaring heeft. Die zeker boeiender is misschien dan de fotograferen? Zeker boeiender. Ja? Ja. Hoor je dat? Mm-hmm. Boeiender om te fotograferen. Mm-hmm. Terugleunen deze. Een beetje zo. Ja, het is, nee, het is goed, maar ik heb een beetje minder. Wacht, je moet een beetje achter je. Ja. Het is schoon, ja. Een bepaald ideaalbeeld. Ah ja, ergens in een film, in die tijd, dat was een beetje à la Brigitte Bardot. Dat was dan in begin van de jaren 60, ja. Nogal, en een beetje vervoerend. Nog altijd een beetje zo. Zoals het nu is, is het nog altijd een beetje Brigitte Bardot. Maar, ja. Dan was het meer naar de stijl Elizabeth Taylor. Maar zijn het vrouwen waar je een beetje aan spiegelt, die vrouwen die ook een beetje zelf allemaal jong blijven, sexy blijven, tot op hoge leeftijd, zou ik maar zeggen? Waarom niet? Ja. Als dat mogelijk is, waarom niet? Ik vind, je moet er niet bij lopen gelijk een slory, omdat er nu 50 jaar komt en allemaal. Of... Maar dat betekent dat je daarmee bezig bent, dat is iets waar je veel belang aan hecht. Ja, ja, zeker. En ik vind dat belangrijk voor de man ook. Een beetje minder van boven zo. Ja. Niet te veel, want ik nu een beetje. Een beetje over, hè? Ja. Zo niet. Ik heb nu veel mensen, de keer dat ze op pensioen gaan en allemaal. Ze zijn op pensioen en bom, het is gedaan. En ze worden oude mensen. En dan heb je tijd voor alles. Ben jij op pensioen? Ah, ja. Natuurlijk. Ja. Ja? En ik zie dat als de nieuwe generatie. Mm, ja. Om op pensioen te gaan. En opnieuw eraan te beginnen. Bijzondere mensen vind je overal. Ook in een op het eerste gezicht heel gewoon flatgebouw aan de rand van de stad. Maar Jane en Jan wonen wel op de hoogste verdieping. En in de zomer leven ze op het dak. Ah, goeiedag. Wel, en Jan? Dag Jan. Goeiedag. Maar die lekker hier alles, dank u. Voilà. Prachtig dakterras. En daar ligt Jane. Dag Paul. Jane, goeiedag. Hoe is het met jou? Goed, dank u. Blij te zien. Ik kan ook. Zit een straal op. Het is wel aangeduurd, maar alleen. Ik ga het doen, hè. Prachtig hier. Prachtig uitzicht, ja. Schitterend. En lekker aan het zonnen. Het is er weer voor, hè? Ja. Jane en Jan zijn Antwerpenaren zoals we ze echt kennen. Zelfzeker en niet op hun mond gevallen. Senioren die hun naam alle eer aandoen. Ik zal er zelf een kleintje pakjes in. Goed voor de laai. Gezondheid. Op elkaar. Voilà. Op mijn eeuwige jeugd. Jouw eeuwige jeugd, voilà, dat mag ook gedronken worden. Mag ik naar jouw boezem kijken? Dat is de kroon van de koningin. De kroon van de koningin. Ja. Die is, staat op de juiste plaats, zie ik. Zijn koningin in een hoekje, Paul. Zijn in hoekje. Op het dakterras beleven Jane en Jan ongestoord hun liefde en genieten ze van elkaar. Jane heeft een ongelukkig huwelijk achter de rug dat meer dan 20 jaar heeft geduurd. Maar sinds ze de sympathieke havenarbeider Jan heeft leren kennen, heeft haar leven een nieuwe wending gekregen. De jongste was van jou de café. En wat is dat nou? Je komt er iemand tegen, die is wat ouder. En een moeder zei, denk er niet aan, niet een dien, hè? Ja, en dan pakte wel een dien, hè?
Juste tegenovergestelde. Ja. En dat was wel best de verkeerde keuze. Maar toch ben je er 23 jaar. 23 jaar bijgebleven. Ja. Straf, ja. Dat is een groot deel van je leven. Je mag gerust zien. Ja. De verkeerde keuze. Mm-hmm. Maar ja, je hebt kinderen en dan gaat het er niet van weg. En ik had er ook zo'n bang bij. Mm-hmm. Maar ja. Zodat ik mijn Jans in tegengekomen heb ik dat wel gedaan. En dat zijn jullie? Dat is mijn Jan. Jan. Ja. Jouw Jan. Mijn minnaar, mijn vriend, mijn man. Zijn jullie lang samen met Jan? 15 jaar. 15 jaar al? Ja. 15 jaar. Dus Jan was nog heel jong toen je hem leerde kennen? Daar gaan we dat niet over klappen. Ik heb hem niet verkracht. Dat is ook dat al, is al iets, ja. Jane had er zich bijna bij neergelegd dat geluk in de liefde en een goed seksleven niet voor haar waren weggelegd, tot ze hals over kop verliefd werd op de 10 jaar jongere Jan. Plots werd alles mogelijk. Van Jolaan Dwaard, niet jaloos, man. Allang zonen, hoor, zijn opgeschreven. Ik dacht altijd zo, er is iets fout, amai. En dan kwam er zo iemand tegen en die zei, amai, ga je het ook je missen, hè? En allee, dan krijg je zo dat zelfvertrouwen, want dat had ik vroeger niet. Want ik ben blij dat ik die persoon zijn tegengekomen. Dat ik echt, gelijk als ik echt saai wakker geworden ben. Ja, stel je voor dat je hem niet zou tegengekomen zijn. En dat je zou ik namens je huwelijk zou voortgezet hebben zoals je bezig was? Dat je... Dan zou ik nou misschien gezeten hebben met van die sloffen van vroeger. En nog een badjas aan. Stel de ver. Rolletjes in mijn haar. Dus je bent je werkelijk beginnen te ontplooien door hem te leren kennen? Ja. Tot leven gekomen. Ja. Ja. Zo mag ik dat nou zeggen, want zo is dat nou, hè. Ja. De liefde tussen Jane en Jan is blijkbaar niet onderhevig aan slijtage. Ze zijn al vele jaren samen, maar heel wat vrienden die hier op het dakterras op bezoek komen, staan versteld van de speelsheid van het frivole en nog altijd verliefde koppel, en vooral van de exuberante Jane. Daar bleef men haar jong Franse. Op het dakterras voelt ze zich even goed als op de Plage de Pampelon in Saint-Tropez. En de monokini maakt hier zeker evenveel indruk. Alhoewel seksappeal vooral in het hoofd zit. Doe je veel om fysiek in conditie te blijven, om goed te blijven uitzien? Beetje. Niet te veel, hè, Paul? Mm. Niet te veel, hè? Dieet we misschien. We mogen ons niet forceren. Om slank te blijven, je bent, neem ik aan... Dat is seks. Dat is de beste oefening die je kunt doen voor slank te blijven. En je blijft slank? Met andere woorden... Ja. Andere dingen, mooi gebruind ook, kleding ook, jong gekleed altijd, sexy geen gekleed probleem. Vaak. Ja, ja, heren. Maar dat gaat niet over speciale sekskleding, want je kunt wagen sexy kleren, maar heel weinig. Dan moet je niet speciaal... Ik heb wel geren, dat zet hem geren, een string. En dan doe ik dat maar, hè, want ik vind dat heel vervelend. Maar toch dragen, kind. Hij vindt dus een folieke, een tatoeken hier, een tatoeken daar. En dan vind ik ze kleurken in de waar. Dan zingen ze toch ook allemaal geren. Vind je dat plezant? Dat houden toch jong? De Antwerpse schone heeft pas op latere leeftijd de echte liefde ontdekt. En ze moet nog heel wat schade inhalen. Maar dat doet ze zonder gêne en met volle teugen. Ze aarzelt niet om af en toe gekke dingen te doen. Ze voelt zich helemaal niet afgeschreven. Ze wil nog alles beleven. En in tegenstelling tot toen ze getrouwd was, laat ze zich niet meer domineren en kent ze geen taboes meer. Ik heb wel altijd gezegd, als ik sterf, wil ik sterven met de borsten van Dolly Parton. Dat het schijn niet op mijn kist gaat. Dat wil ik altijd. En wat doe je daaraan? Je borsten moeten dus jong en stevig blijven?
Diepenkloten doen, hè, pap? Dan heb je... Diepenkloten, dat mag allemaal weten. Ja. Diepenkloten doen. En wat? Dan de rest komt niks aan. Waarom de borsten dan wel? Oh, dat is toch het plezantste speeltuig van de man. Betekent dat je ze vroeger nooit goed gevonden hebt toen je jonger was, dat je het altijd vond dat ze wat te klein waren? Nee, die waren heel schoon. Die waren schoon, maar voor mij, naar mijn normen waren die te klein. Omdat ik altijd zo, ik heb altijd zo gefixeerd geweest op vrouwen met grote borsten. Verwijzen naar verschillende mannen. Er zijn de mannen bij die geren zo, justjes maar een knopje geren zijn. En er zijn er die zo een borsten moeten nemen. Er is een verschil. En ik zie dat bij die mensen die geren die dat volume zijn. En je naar je kleed draagt, een open kleed. Dat is toch schoon dat die vormen er al zo'n beetje dingen. Draag je dan ook vaak decolletés, dat je borsten goed nou, toch zeker, uitkomen? Oh ja, nou moet ik dat toch laten zien, hè? Jane en Jan, Born to be Wild. Men zegt ook vaak dat vrouwen met de menopauze een beetje minder seksueel actief worden, dat ze minder zin hebben in seks. Dat is ook zo'n fabeltje. Ja. Vrouwen in hun menopauze, dan spreken we over mannenleeftijd na. Misschien ja, dan zijn ze ook al getrouwd, zoveel jaar, zijn ze ook al met dezelfde man. Zit er ook al slijt op. Ook al geen fantasie waarschijnlijk niet meer. En dat is een schoon ding voor dat roep te steken. Je hebt niet minder zin in seks nu dan toen je jong was? Lang niet. Zeker en vast niet. Zeker weten van niet. En geniet ook niet minder van seks? Integendeel, heb je dat juist gezegd? Veel meer. Veel meer. Veel meer ideeën ook. Dat er allemaal zo weer op kop komt. Veel meer als vroeger. Omdat ik er ook een partner voor heb. Ik kan er ook alles mee doen. Bij de meeste vrouwen, bij de meeste mensen gaat het naarmate ze ouder worden, wordt het minder. En bij jou is het omgekeerd. Naarmate je ouder wordt, word je actiever. Dat mag ik actiever. Niet zeggen, want dat is nou wel waar. Dan ben je toch een gelukkige vrouw als je dat kunt beleven nog allemaal. Dan vind ik blij dat ik nog goede dingen in mijn leven meemaak. En dat zijn de schone dingen. Want dat zijn... Dat, tussen een koppel is dat toch het schoonste wat er is. En laat ze zeggen wat ze willen. Seks is heel belangrijk in het leven. Je mag geen goeie kok in zijn. Je mag niet proper in de woon samen zijn. Als er seks goed is, gaat alles goed. Dat heeft Jane pas geleerd na 23 jaar huwelijk. Maar ze is er het levende bewijs van dat een mens nooit mag wanhopen en zich niet zomaar mag schikken in zijn lot. Vroeger was ze een onopvallende huisvrouw die zorg droeg voor de kinderen en een saaie huwelijk voor lief nam. Nu kun je nog moeilijk naast haar kijken. Als je op straat loopt nu, neem ik aan, als je een beetje uitdagend gekleed bent, dat men naar jou kijkt. Dat vind ik wel plezant, snap. Want dan denk ik zo. Nou beginnen ze naar mij te zien. Nou, dat kan ze wel zien. Behalve als je wat genoemd draait. Bijvoorbeeld als je in de auto zit, ik krijg in een mini. Hè. En ik zit in dat opduiken en mijn oren is opgestoken. Gewoonlijk dan blond. Dan kruiden ze een paar jonge gasten achteraan. En die volgen. En die denken, oh, dat is een jonge poep. En dan komen die dichterbij, die zingen eraan. Dan denk ik, oh, dat kan dat niet, dat is weer allemaal toert. Ja, die reacties maken soms mee. Tuurlijk. Vind je dat en leuk? En dan doe ik zo. Ja. In het begin dacht ik zo. Och, zie je ze? Het is begonnen, ze, de aftakeling. Ja. En dan doe ik zo. En dan is dat een goeie ding, want dan geven die ook een tientje. Je vindt het ook leuk. Je kunt erom lachen ook zelf. Nou wel, ja, zeker. Ja. Jane doet nu alles wat ze vroeger niet deed. Niets is te moeilijk, of te gek, of te jong. Vroeger heette ze gewoon Janine, nu heet ze Jane. De metamorfose heeft iedereen met verbazing geslagen. Als je personen tegenkomt van vroeger en je zegt er nog een dag tegen, dan zeggen ze... Ga ze veranderd. Ga ze niet meer gelijk als vroeger. En daarom... Want ik vul mijn eigen... Omdat ik al zo 15 jaar aan de gang is,
Maar dan door die mensen denken, ja, dat is waar. Dan ben ik zeker niet meer hetgeen ik vroeger was. En al gauw. Dan ben ik blij dat ik zo uit weer. Jurkje van je dromen gevonden. En je wil dat het zo fris blijft als op de eerste dag. Vertrouw het dan toe aan Coral met anti-aging systeem. In tegenstelling tot gewone wasmiddelen beschermt Coral de vezels, houdt de kleuren langer helder en je favoriete jurkje veel langer fris. Fris. Coral met anti-aging systeem. De echte kleurenspecialist. Kijkers, we bevinden ons in een Zuid-Frans dorpje, te midden van enkele kenners die geitenkaas proeven. Ça, c'est du bon fromage de chèvre. C'est un goût frais. C'est pas avec des chèvres qu'on fait un bon fromage comme ça. C'est vous qui avez fait. C'est pas Hubert. C'est toi. Chavroux. Chavroux, vous l'avez bien dit. Un chef chiffré de goût, c'est Chavroux. Chavroux, zo zacht en fris, zo is er geen één. Suzuki Wagon Air. En het geluk is niet te stoppen. Opgelet, een 24-uur proefrit met de Wagon Air kan uw leven drastisch veranderen. Als de huizen zo lekker ruiken ginds op de eilanden, is het omdat van oudsher, om schoon te maken, de vrouwen het water parfumeerden met vanillebloemen. Nu, met de nieuwe Meneer Proper vanillefris, ruikt het nog altijd even lekker en het is nog properder. Dat is heel de kracht van Meneer Proper met subtiele vanillegeur. Nieuwe Meneer Proper vanillefris. Meneer Proper, frisse geuren uit alle windstreken. Meer dan 1 miljoen mensen elkaar allemaal een hand geven, vormen ze een rij van bijna 1500 kilometer. Dat is lang genoeg om heel België te omarmen. En al deze mensen kunnen met elkaar praten, van Proximus naar Proximus. Vroeger had men eerbied voor de grijze haren, voor de rimpels en het diep doorploegd gelaat. Nu zijn de oma's blond, ze dragen een minijurk en ze gaan op stap. Zoals Rosa. Goeiedag. Kom binnen. Rosa. De oma's hebben een minnaar, ze wonen alleen. Ze houden meer van de liefde dan van pannenkoeken. Dank u. Je woont hier alleen op dit ogenblik? Ja. Ja, al een tijdje? Ja, al... Verschillende jaren toch, al 20 jaar woon ik hier alleen. U bent gescheiden of? Nog niet, ik ben ook bezig. Ja, maar u bent dan wel lang getrouwd geweest. Ja, 23 jaar. En nu alleen? Nu ben ik alleen. De oma's van de jaren 90 zijn slank en sexy. Ze zijn modebewust en ze zijn niet te beroerd om een nieuw leven te beginnen. Ik heb spijt dat ik eigenlijk zo lang bij hem gebleven ben. We waren 2 maanden getrouwd, ik kreeg al slaag. En hij dronk maar en hij dronk maar en dat was alle dagen maar slagen. Het was een echte hel. Na mijn huwelijk heb ik een man leren kennen. Die relatie die heeft 16 jaar geduurd. En dan heeft hij mij laten vallen
Arre, heeft hij mij bedrogen met een andere vrouw? Ja, en is dat gedaan. Ja, en dan was je uiteindelijk, toen je al een heel stuk in de 50 was waarschijnlijk, opnieuw vrijgezel geworden. Ja, en dan heb ik achter een paar maanden opnieuw een jongere man leren kennen. Die was heel lief, attent, die deed alles voor mij. Maar helaas ook voor een jongere vrouw. Ja. Want die relatie heb ik wel veel afgezien. Ja, maar nu ben ik er weer terug bovenop. Nu heb ik weer terug een andere lieve man leren kennen. Ja. Weer een jongere man? Nou, een jongere man. Het zijn allemaal jongere mannen. Het liefdesleven van de moderne oma is veel boeiender dan dat van haar moeder of grootmoeder. Rosa is zoals veel andere 60-plussers opgegroeid in een tijd toen de vrouw de man nog moest volgen. Pas op latere leeftijd is ze zichzelf geworden. Ik ben nu vrolijker geworden dan vroeger. Ik lach meer en ja, ik ga veel dansen. Hoe komt dat je zo veranderd bent? Bij de meeste mensen is het omgekeerd. Hè? Ja. Gaan ze met ouder worden minder uit? Ik moet nu mijn schaai inhalen van vroeger. Ja. Lukt dat? Ja. Goed zelfs. Ja. Nog niet zo lang geleden droeg Rosa brave middelbare leeftijdkleding. In de rustige wijk waar ze woont, paradeert ze nu zonder schroom in minijurk. Ik was ergens heen gegaan en toen kwam er een man op mij aan en die zegt zo... Oh, als ik zo'n mooie benen moest hebben, gelijk als jij, dan droeg ik nooit nog een lange broek. En want sinds af ben ik rokjes beginnen gaan aan te doen. En dan bodies. En ja, een beetje sexy, ja. Voelt er goed dat te zien. Ja. De meeste vrouwen van jouw leeftijd zullen dat nog moeilijk kunnen dragen, denk ik. Dan zijn er veel die aan mij vragen hoe oud ik ben. Maar dat zeg ik dan wel niet. Ja. Ik heb er al verschillende gezien van mijn leeftijd. Dat is een echte bommas als je die ziet. Hè. Heb je schrik om ouder te worden? Nee, ik denk niet dat ik ouder word. Ik vind dat ik alle dagen jonger word. Mm. Kijken mensen of mannen niet te veel naar jou op straat wanneer je in zo'n kort jurkje en lange blonde haren in de zomer hier rondwandelt? Ja, dat kan wel zijn, want dan zeggen ze oh, zo mooi, zo blond en zo alleen, zeggen ze dan. Geniet je ook een beetje van de aandacht van de mannen wanneer je uitgaat? Ja, daar geniet ik van. Ik vind dat fijn als je aandacht krijgt. Ik krijg nu meer aandacht dan vroeger toen ik jong was. Want ze zeggen dat ik nu mooier ben geworden. Het gebeurt nog vaak ook dat mannen, jongere mannen verliefd worden op jou? Ja, er zijn er genoeg. Want ik heb eens hier een parking. Toen kwam er een jonge man langs me staan en die stapte uit en die zei wauw, dat zag ik om zijn mond. Ja. En ik stapte ook uit, ik moest naar de bank gaan. Toen ik terugkwam, zag ik dat hij briefken achter mijn ruitenwisser aan het steken was. Toen ik kort erbij kwam, haalde hij het erachteruit en ik kwam kort erbij en zegt hem wat een mooie, charmante, sexy vrouw zit jij, zegt hem. Hier is mijn telefoonnummer, als je mij eens wilt opbellen, dan kunnen we gelijk een tas koffie gaan drinken. Ja, maar ik heb dat niet gedaan, want je kunt bij iedereen niet mee een tas koffie gaan drinken. Was er een relatief jonge man die dat deed? Ja, dat was een hele jonge. Ben je nog op zoek naar een nieuwe liefde, naar een nieuwe vaste relatie? Ja, als ik kan, dan wil ik dat wel nog wel eens opnieuw proberen. Maar wel een standvastige relatie, maar geen kortstondige seksuele relatie voor een paar nachten. Hmm. Dat niet. Dat wil je niet? Nee, dat wil ik niet. Dat weet je niet altijd op voorhand natuurlijk. Nee, dat weet je niet. Dus? Maar ja, als je de sommige mannen, dan hoort je dat al, dat het alleen voor dat is. Ben je daar voorzichtig in, wanneer mannen proberen jou te verleiden? Want er zijn al eens geweest, zo zegt er een tegen mij, bij u zal ik wel eens tussen de lakens willen liggen. En ik zeg, nee, bij u niet. Maar je zoekt toch nog naar een nieuwe vaste relatie, ja, naar de grote liefde misschien? Ja, het is te hopen dat die nog eens komt. Hè. Geloof je daar nog in dat je de grote liefde
kunt beleven? Ik denk dat wel. Betekent dat u nog optimistisch tegen het leven aankijkt? Ja, waarom niet? Je hebt nog niet de indruk dat u het beste al voorbij is bij jou? Ik denk dat er nog wel wat te verwachten is. Ja. Kunnen we naar boven komen? Ja. Ja. Ze is 61 jaar. Ze heeft mooie benen en mooie borsten. En daar is ze fier op. Ann. Zo. Dag, Ann. Dag. Jammer, zegt u. Ik geloof het ook, ja. Komt erin. Al van op terras. Prachtig hier. Hier zit de Eeltstad. Ja. Schitterend, zo'n dakterras. Kun je hier een beetje ongestoord, zonne gaat dat? Kun je daarvan genieten, van de zon hier? Eeltstad heeft mij al gezien. Ja? En ik wist dat niet. Door mij blijf ik het maar voortzonnen, hè. Je bent bekend dan in de stad? Klein beetje. Ja? En je kunt ongestoord, zonne hier, dat gaat? Ja, de politie heeft me dat al gevraagd of dat ik hier lig. En die heeft me toch nog niet gepakt, ja. Dus... Het hele appartement van Ann ademt een exotische en ook romantische sfeer uit. Ze leeft alleen, ze dekt alle dagen een mooie tafel voor zes, maar ze eet altijd alleen. Ze was 16 jaar getrouwd en had gedurende 20 jaar een relatie met een Italiaanse zeeman. Nu is Ann niet meer zo jong, maar wel vrij en zich bewust van haar seksappeal. Je bent getrouwd geweest, verschillende keren getrouwd geweest? Eén keer. Eén keer maar. Nooit meer. Geen goed huwelijk geweest? Ik heb die een mens genomen voor thuis buiten te zijn. We waren thuis met 10 kinderen. Ik ja. was de derde, oudste. En ik was zogezegd het zwart schaap. Er is altijd zwart schaap in de bende. Hè. En jong getrouwd? Ze worden eigenlijk wel jaloers van mij. Jong getrouwd? Nee, 22,5. Dat is niet jong, hè. Dat is nu... En dan nog trouwen om thuis buiten te zijn? Ja, ja, ja. ja? Ja, mijn vriendinnen hadden allemaal al een vrijrij, worden allemaal al getrouwd. Hè. En ik zeg, kon ik niet meer van stroot geroken, hè? Dat is die vrouw met seksappeal, dat je denkt. Was daar gevaar voor dat je niet meer van straat zou geraken? Is het zo dat je toen weinig succes had toen je jong was? Ik had succes, maar dat vroeg me toch... Ze worden allemaal bang van mij, denk ik. Want je weet, van zo'n vrouw zijn ze bang, hè? Waarom? Waren ze bang van jou? Dat ze die niet de boos kunnen zeggen. Had je het al zoveel temperament toen je jong was? Ja, altijd. Ja. Ja. Ann leidt nu een spannend leven. Ze is wel alleen, maar ze leeft niet zonder liefde. Zo heeft ze een relatie met een oudere man. Ann heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Maar toch vertrouwt ze me toe dat ze met haar minnaar op leeftijd... voor het eerst echt van seks heeft genoten. Ik heb nooit bij niemand niet beleefd. Wat mij belieft. Noem het. Zo dus, maak ik boffen, hè. Wie mocht daar nog mee? Op zijn ouderdom. De meesten liggen al lam op wel de 50 jaar. Zijn mijn kop in het gorm hier om aan te sleur geworden is, hè. Toch geen spijt dat je dat niet vroeger beleefd hebt? Nee. Dat je dat niet vroeger eerder hebt meegemaakt? Ah, nee, want dan had ik misschien al versleten geweest. Ja. En onze kik nog fris, hè. Ik ben bekend niet gebruikt geweest. Ik geniet van alles in het leven. En ja, als die seks heel goed is, nou is die fantastisch, hè. Maar echt fantastisch, hè. En die is 72 jaar, hè. Dus je bent nog passioneel, zoals een jong meisje, eigenlijk. Ah ja, ja, ja. Passioneerder dan toen je jong was, zal het zo zeggen. Zeker weten. Ja. Ik zei vannacht in de Stevens, hoi, ik kon hem opbalen, hè, want ik heb dat de kriebels, ik moet... Ja, en mobellen, dat is dan de oude minnaar. Ja, en die is al op, hè. Die staat nu, komt twee, drie uren op. En die begint te werken, die kan ook niet stilzitten. En die is ook nog actief, die man, die seksueel gebied ook verschrikkelijk. Nog. Ja? Voor iemand van 72. Ja, maar hij heeft een potentie van een jongen van 18 jaar. Ja. Ann houdt van frivole kleding, van sexy schoentjes en van doorkijk zomerjurkjes... Ze houdt van de zon, van het leven en van de liefde.
Ik heb dan nog een jonge vriend van 35 jaar, die ik van de straat opgenomen heb. En die, ja, die jongen is... Ja, die is ook wel verliefd op mij. Maar ja, ik zeg tegen hem, ik zei nou moeder. Je hebt ook nog tegelijkertijd een relatie met een jongere man. Ja, ik moet wel, hè. En wat zegt jouw oudere minnaar ervan, dat hij ook nog een jongere man dat hebt? Dat is normaal dat die jaloers zijn op mijn koor. Ja. Die zijn allemaal jaloers. Maar aanvaard... Die worden alle drie, ja. Maar weten ze het van elkaar dat je... Ik verberg nooit niets. Ze weten het en ja, die jaloers is, die blijft weg en die niks, hè. Ik zorg voor iedereen het beste. Dus je hebt tegelijkertijd een jonge minnaar en een oude minnaar. Maar ik zeg niet dat dat alle dagen is, hè. Het schuld niet veel, maar alleen. Ja, als het goed is, trekt dat, hè. He, dat trekt, hè. Ik word er nog niet verzorgen, hè. Maar blijkbaar is de oudere minnaar, de oudere man, een betere minnaar dan de jonge man. Voor jou. Nou, die jongen beginnen te kennen. Ja, hij is aan het leren en dat gaat goed. Hij leert het van jou dan? Want die... Nee, ik leer die niks. Zeg, ik zal hem nog wel gaan leren, zeker. Dat ik er niet meer vanaf ben. En seksappeal is gelukkig voor Anne niet het voorrecht van de jeugd. Je hebt seks nodig voor een ontspanning van je lichaam, zo goed als eten en drinken. Ik zie, wanneer ik in de spiegel kijk, dan zie ik achteraan jouw blonde haar. Gebeurt het nooit dat mannen zich vergissen wanneer ze jou achteraan zien, dat ze denken dat je een jong meisje bent? Ah ja, want er is met je gevolgd een jaar. Een jaar heeft hij in de straat gelopen voor mij te zien. Ja. En als hij met een afspraak te zetten, ogen ze veel haar als ik. Dus mannen zijn soms verrast wanneer ze vaststellen dat je eigenlijk niet meer zo jong bent als je er op het eerste gezicht uitziet. Mijn gang is jong, mijn figuur is jong en mijn gezicht is niet meer jong. Het zal aan een zorg wezen. In tegenstelling tot veel leeftijdgenoten kent ze geen nostalgie. Want die zijn er precies Kim Novak. Zijn het er van vroeger of zijn het recente? Dat is 13 jaar geleden. 13 jaar geleden, ja. Dan was je Kim Novak. En dat is dan dus juist de eerste keer monnik in de mocht. Ah, in welke tijd was dat? Begin van de jaren 70 dan zo? Nee. Of later? Ja. Oh, ook in de 80, want ik werkte 82. En jij was een van de eerste die... Ja, en allemaal die oude mannetjes kwamen. Ja, en succes in je monokini toen. Ik had niet veel, maar alleen. Voilà. Mag gezien worden, hè. Ik vind, het is gewoon, hè. En daar is Jane Moreau. Ze stapt van de boot in Parijs. Ja. Dat is 3 jaar geleden. Voel je een beetje een filmster? Ja. Als ik kan met die andere vrouw van mijn ouderdom zien. Nou kom ik niet in de hogere kringen, hè, want er komen die er allemaal zo goed voor als ik. Maar in mijn gewoon ding, als ik die allemaal zie, dan voel ik mijn filmster. Maar dat is geen... Dat is niet omdat ik in mijn ster ben. Ik heb altijd schoon willen zijn. Ik heb veel kassen. Ja? Die zitten allemaal vol. Ik zal de schoonste bij mijn zoon nemen. En die heb je allemaal gekregen, die mantels? Of, nee, ik heb geld gekregen van mijn vriend, heb ik gezien. En van dat geld heb ik die mantels gekocht. En mijn auto gekocht. Prachtig. Schikke. Nu ben je echt een filmster natuurlijk. Schoon. Ja. En wanneer draag je dat? Oh, in de winter. In de week. Als je uitgaat? Of, Nu, gewoon op weg. Ja. Op buiten gewoon. Ja. Ja, ik doe nog alles zo, hè. Want ik kan dat toch nooit meer verslijten, hè. Maar krijg je dan geen opmerkingen van mensen die denken dat je echt een rijke dame bent? Dat ze denken dat ze wel. Jeanne Moreau. Ja, ik heb er heel veel van weggenomen in de laatste tijd. En deze, Siberische wolf. Ah, de Timor nooit niet weg, zei mijn vriendin. Het is zin. Prachtig. En die is af, die is zo... Dat is een vaal, hè? Ja. Dat is om te stelen, hè? Prachtig, ja. Is ik ook, jij. Ik vind dat men nog stot.
En als het stot, mij de tun. Maar er zijn mensen. Je ziet er op straat nu op. Het is verschrikkelijk. Dat er niet meer stot, hè. En van die leggers en zo dikke, pafferige dingen. Hè. Oh, dat je echt. Maar doe je er iets voor om er jong te blijven uitzien? Ja. Ja. Voor jong te blijven uitzien en voor mijn lijn. Om slank te blijven? Ja. Ja. Alle dagen. Alle dagen op de bascule. 2, 3 keer. Mag vandaag niet meer eten. Heb je ook het gevoel dat je nu, ondanks het feit dat je al wat ouder bent, nog succes hebt, dat de mannen jou nog aantrekkelijk vinden? Succes? Och, mijn hopen. Ik moet de stroot maar opgaan, hè. Ik verstond dat niet, hè. Zo bijzonder. Ik weet, als ik in de spiegel kijk, ik zie dat ook hier en ik weet dat ik er goed verder kom. Maar wat dat de mensen in mij zien, dat verschiet ik soms van. Een jong en oud. Nog jonge mannen die zich tot jou aan. Ik was overlast in de... waar was ik? Ik kon dansen. Ah, in de Villa d'Est. En ik zag een vriendin en die was met een koppel. Die man die direct met mij in de dans en ik was er rond dansen en ik kan niet heel goed dansen. Die dans was gedaan, een jong manneke, ik geloof dat het maar 15, 16 jaar was. He. Dat komt om even te dansen. Mm-hmm. Om zo'n... Nou, vrouw moet hem al zeggen, hè. 61 jaar is niet jong, hè. En ik zei tegen dat manneke, ik kon eerst iets drinken. Helemaal, want ik ben ten afgetrapt. Maar voel je toch niet gevleid dat je nog succes hebt bij jonge mannen? Ah ja, oh, dat is toch plezant. Stel dat ijdelheid ook? Dat is toch plezant? Maar... Want als de echte filmsterren, hè, als die... Geen succes niet meer hebben, hè. Hoeveel brengen er al niet van het leven? Maar ik zou me niet van het leven brengen, zo. Want niet dat ik dat niet kan missen, hè. Maar je geniet ervan, hè. Zolang als dat kan, waarom niet? Een jonge eenzaad wil alleen stilte en rust. Een boerenzoon gaf zijn fortuin uit aan prostituees en is nu alleen. Een man wordt na zijn faillissement door zijn vrouw en kinderen verlaten. Hij zondert zich af van de wereld. Hij praat met niemand. Hij probeert al jaren een wiskundig probleem op te lossen. Jambers, alleen op de wereld. Van de makers van Independence Day is er nu de grootste monsterfilm ooit. Godzilla. Overal vanaf 16 september. De afwaswereld op zijn kop. Met de nieuwe Pergel. De oplossing tegen vet. Een krachtige gel. Uniek en handig. En in tegenstelling tot andere afwasmiddelen hecht het zich beter vast aan vuil en werkt het precies daar waar het nodig is. Voor een perfect propere en glanzende vaat. Pergel, de ommekeer voor uw afwas. Bovendien bestaat Pergel in 2 geuren. Pergel, doeltreffend, hoe je het ook draait. Blanco roller. Corrigeer droog, onmiddellijk overschrijfbaar. Foutje? Blanco erover. Kan jij dit doen met jouw haarspray? Of heb je liever een plakkeriger gevoel? Gebruik nu Pantene Flexible met Elastesse. Het revolutionaire ingrediënt dat fixeert zonder plakkerig gevoel. Stevig in model voelde nog nooit als dit. Probeer Pantene Flexible. Voel je haar, niet je haarspray. Wees niet meer bang voor sporen van regendruppels. Hier is de nieuwe Meneer Proper glasspray met anti-regeneffect. Hij reinigt perfect en zelfs na de regen blijven uw ruiten langer glanzend. En dankzij hem schittert alles. Nieuwe Meneer Proper met anti-regeneffect. Voor een glans die blijft, die blijft. Milner. Heerlijk.
natuurlijke kaas en toch minder vet. En naast Milner is er ook Milner gerijpt. Die is extra pittig van smaak. Milner. Je eet lekker, je voelt je lekker. Maandag brengt Oproep 2020 nieuwe elementen aan over de moord op Christine van Hees in Oudergem. Ook Vlamingen kunnen daar iets hebben gezien. In de Kempen zoeken we een gevaarlijke man die minderjarige jongens van een fiets sleurt en verkracht. We willen voorkomen dat hij nog toeslaat. Roger van Rie is op zijn erf in Maldegem doodgeschoten. Een kleine inlichting kan het dossier helpen oplossen. Maandag in Oproep 2020 om 9:50. Levertraan. De meesten onder ons hebben het als kind wel eens moeten innemen en vonden het alles behalve lekker. Maar dat zal Jeanne een zorg wezen. Wanneer bij Odilon en Koentje de examenkoorts toeslaat, is onze kotmadam er namelijk vast van overtuigd dat enkel en alleen dat vieze goedje hen kan helpen.